Hoi, ik ga vandaag laten zien hoe je een taart met de keukenmachine moet maken. Nou, wat heb je nodig? Halfvolle melk, boter, eieren en cake mix. En dit is onze keukenmachine en dit opzetstuk heb je nodig. Nou, allereerst ga je 200 gram boter zacht kloppen. Het hoeft trouwens niet per se met de keukenmachine als je dat niet hebt. Je kan het ook gewoon met een garde doen. Maar ja, ik had een nieuwe keukenmachine, dus daar wilde ik een filmpje over maken. Nou, hier voeg je de cake mix bij toe. En als je straks gaat kloppen, doe het dan eerst op de lichtste stand. Want anders gaat al het poeder heen en weer. Of zit het straks door je hele keuken. Hier voeg je ook 3 eieren bij toe. En 50 milliliter melk. En dit ga je weer kloppen. Tot het een glad beslag is. Ondertussen dat de keukenmachine aan het kloppen is, vet ik even het bakblik in. En daarna voeg ik de cakebeslag eraan toe. En stop ik de cake voor een uur de oven in. En het ligt eraan welke oven, wat voor oven je hebt. Onze oven moest op 160 graden, maar het staat ook altijd achterop je cake doosje. Bij ons is hij een beetje verbrand aan alleen de buitenkant, maar dat is echt alleen aan de buitenkant een beetje, aan de randjes. En dan maak ik mijn marsepein plat en dat doe ik er overheen. En dan snij je de randjes eraf. En ik maakte de taart voor Vaderdag. Dus dan is het dit het resultaat. En bedankt voor het kijken. Doei!